De Katholieke Onderwijzersbond, KOB, heeft vanmorgen haar 100-jarig bestaan herdacht. Dit geschiedde middels een kerkdienst die in besloten kring is gehouden op het terrein van de KOB aan de Burenstraat. Volgens voorzitter Bernice Baron heeft de KOB altijd haar stem laten horen. In de afgelopen 100 jaar is de bond nooit aan de kant blijven staan. Als christelijke organisatie moet echter eerst aan de Almachtige gedacht worden, alvorens stappen worden ondernomen, meent Baron. We hebben voor zoveel uitdagingen gestaan. Vooral vanaf 2020, vorig jaar, de COVID-19-pandemie, heeft ook deze organisatie achteruit doen gaan. Financieel. Maar ook op een gegeven moment voel je van ik ga achteruit wat mijn werk betreft. Maar dan nog moet je weer opstaan en zeggen van ik pak de draad weer op. Het was om onze leden te bemoedigen om te gaan vaccineren. En ze hebben dat stukje aan de kant gelaten en voor hun telt het geld. Maar het geld is niet alleen belangrijk. Natuurlijk heb je geld nodig, want anders kan je niet je behoeften voorzien. Dat was Bernice Baron, voorzitter van de Katholieke Onderwijzersbond. De KOB herdacht vanmorgen het 100-jarig bestaan. Baron zegt dat wanneer het om de belangen van de werknemers gaat, alle politieke belangen aan een kant gezet moeten worden.